vogelvereniging De Golfvink heeft 45 leden op dit moment. We hebben geen eigen clubgebouw, maar we vergoeden mogelijk bij Denzel. Als we dus een vogelshow organiseren, dan hebben we dus tentoonstellingskoeien nodig. We hebben dus een stelling nodig die opgebouwd worden moet, waar die koetjes dan weer opkomen. En dan proeven we over 10 of 20 koetjes. Nee, dan proeven we, zoals het laatste jaar gebeurd is, 160 koetjes die er staan, waar de vogels in zitten. Die koetjes hebben de mensen dus nooit bijzocht. Er zijn enkel die wel een aantal tentoonstellingskoetjes hebben moeten, van die koeien die moeten voldoen aan bepaalde moorden, die dus opgegeven is aan ons door de Vogelbond. Het is eigenlijk de opzet dat elk jaar de mensen zijn eigen gekweekte vogels naar voren brengen. En dat is ook eigenlijk een motto dat we als vereniging hebben. Nog hier aan het publiek tonen laten. Dat dus die vogels binnen en al of ze droeg zijn, gewoon aan zo'n vogelshow touw als lid. En laat je een vogel zijn naar die keurmeester van hem wat je bij je in top hebt. Als leek, zijn alle vogeltjes gelijk. Maar als je uit kweet bent, dan is er dus wel het idee van nou, dat wordt nou een mooie vogel. Dan ga ik dus volgens jou weer mee verder. Ik wil iedereen nou hartelijk welkom zijn, nou, het is een zo show. We proberen dus ook iedere keer voor de tentoonstelling wel een beetje mensen bewust maken van het feit dat er dus een tentoonstelling is. Om dus ook mensen hier in de gemeente dus wat enthousiast te krijgen weer om lid te worden. Want ik ben veel meer vogelliefhebbers in Pekel als die lid ben bij onze vereniging. Het is een show, hebben we dus twee leden die waren 24 jaar leerd. Nou, als die mensen dus ja, met 10 jaar begonnen ben, dan ben je nu 35. Maar ze begonnen moest het later, nadat ze een arbeidsproces doorlopen hebben en stopt, dan wordt het moest meer enthousiast. Ik kreeg ook heel veel bezoek van andere verenigingen. Een zustervereniging, die gaan natuurlijk ook kijken wat de kwaliteit is in jouw oog of de puntenwaardering is. Er wordt dus op de koeien wel aangegeven welke prijzen of ze gewonnen hebben. En dan is er een catalogus voor al die waarderingen staan. Maar wat we dus zien is dat de leden het zeker al vergriezen. En door de onderkende krijgt er dus niks bij. Je krijgt gewoon jonge leden meer bij. Dus dat betekent dat langzamerhand die vereniging steeds meer aan de leden krijgt. Maar wat ik dus hoop is dat er dus wel weer leden opstaan die zeggen van ja, Pekel liep niet toch aan een schiere plek om dus door lid te wezen.